Hoi Dick. Ha Menno. Ja, leuk dat je langskomt. We spreken elkaar regelmatig. Zeker, zeker, ja. En soms ook zijn de gesprekken te lang aan de telefoon. Nou, je steekt er wel wat van op, vind ik. Maar ik kwam met je, op een gegeven moment, omdat jij de bekendste banjolele speler van Nederland bent. Ja. Of van Harderwijk, moet ik zeggen. Ja. Ben ik met jou, met deze banjolele naar jou toegekomen. Dick, ik twijfel hier aan of dit wel goed is. Ja. Waar twijfel je dan aan? Dus, ja, ik vond hem heel lang doorklinken. Ik vond hem echt... een banjolele, als je die aanslaat en hij blijft allemaal maar galmen. Ik denk, zoiets kan ik niet verkopen. En banjoleles hebben altijd een slechte naam, van dat ze vreselijk hard klinken. Dus ik dacht, zoiets kan ik niet verkopen. Maar ik zal het even aan Dick laten zien, van wat vind je er nou van? Nou ja, laat maar Dick zien. Je besloot gewoon zelfstandig een banjolele aan mij op te sturen. Ja, ik zei, ik stuur jou eens op en kijk er even naar van... ik kan dit de mensen toch niet aandoen, zei ik. Nee. En dan ook nog geld voor vragen. En dat vond ik ook. Maar tot mijn verbazing belde je mij 2 weken later op. Toen zei jij, ik wil die banjolele kopen. Ja. Dus toen dacht ik van, ben ik nou gek of is Dick gek? Nou ja, geen van beide zijn we gek. Nee, van wat ik met de banjolille gedaan heb. Nou, ten eerste is een banjolille een wat mechanisch instrument, zeg maar. Er zit, op elke banjolille zit gewoon een goed vel van Remo. Dus dat, hier valt niks aan te veranderen. Er zit een goed kammetje op, de hals is recht. Je kan alles bijstellen wat je maar wil door middel van dit ding. En voordat ik een hele cursus ga geven. Verder, dit kan van hout zijn, kan van metaal zijn. Maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Dus het zit hem in het afstellen. Daar zit het grote geheim. Ja, ik weet waar het geheim zit. Het grootste geheim zit eigenlijk natuurlijk in de afstelling, maar ook in de snaren. Ja, dat is het tweede. Maar het is heel raar om op die banjolele te spelen, want als ik erop strum, dan klinkt die warm. Ja. En als ik er op fingerpik, dan gaan die tonen, die gaan overal doorheen. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk wel magisch van dit instrument. Ja, nou blijft elke banjolille natuurlijk wel wat harder om te klinken. Maar het is natuurlijk wel heel leuk als je een banjolille hebt en die andere speelt ukulele en je gaat bijvoorbeeld bij pingelen. He, dan heb je 2 klanken bij elkaar die veel rijker zijn dan dat je allebei een ukulele hebt. Dus daar kan je prima voor inzetten. En ook als je optreedt, dan doe je bijvoorbeeld een aantal nummers met een ukulele. En doe je met een banjolille. Omdat je bij dat nummer het beter vindt passen. Dus dan krijg je weer variatie, wat weer prettig is voor het publiek. Dus wat ik van jou geleerd heb, is ik stem de trommeltje. Want dat moet in een bepaalde toonhoogte staan. Wil dat... Mooi klinken. Hij moet eigenlijk heel erg hoog zijn dat je denkt, zo gaat dat nog goed. Maar ik heb nog nooit een vel kapot gemaakt. Hij moet echt pok zeggen hoor. En we hebben hier speciale Andy Eastwood snaren opgezet. Ja, en... nou ja, die heette anders geloof ik. Hè? Het zijn snaren waar Andy, Andy Eastwood op speelt. Andy Eastwood speelt daarop, die hebben wij erop gezet. En die heeft conservatorium gehad, hè, die man. Op de ukulele. En we verklappen natuurlijk niet welke snaren er zijn. Die kun je alleen bij het ukuleleplein kopen. Oh, ja. Maar dan moet ik iets over zeggen over die snaren. Want bij de Engelsen die spelen natuurlijk veel George Formby-achtige dingen op oude ukuleles. Met een, die hebben dus geen, dit is een, noem je dat, synthetisch vel. Dat is een geitenvel. En dat zijn geitenvellen. En nadeel daarvan is dat als het weer verandert, dan gaan ze slap staan. Dat is altijd een enorm probleem. Maar de spelers heel graag op. Die hebben al een kortere toon. Er zit al minder toon in dan in deze vellen. En ze gebruiken de snaren die een beetje doods klinken. Als je op een ukulele zou zetten, dan zeg je van nou ja, dat klinkt niet meer. En dat is nou net de bedoeling. Dus om dit te vieren. Ja, ik heb... een aantal moeten bestellen natuurlijk.
Om dit te vieren hebben we dus een signaturenmodel van gemaakt. Dus alle ukuleles die hebben nou een stickertje aan de binnenkant. Je ziet het eigenlijk niet als je erop speelt, want de achterkant is dicht. Een signaturenmodel van Dick Heijmans. Omdat, ja, hij heeft toch ervoor gezorgd dat er betere banjoleles in Nederland te koop zijn. En die nog betaalbaar zijn ook. Ja, maar dat heb ik gedaan. Oh, dat heb jij. Nee, maar het is zeker ook de bedoeling van, ga je niet heel veel betalen voor weinig. Dus je betaalt veel, liever weinig voor veel. Dus dit is een beetje een middenweg. Ja. En ja, we proberen het natuurlijk ook een beetje op te leuken met leuke gimmicks waar je strap aan kan hangen. Je kan zelfs de achterkant eraf halen, wil je. Ja. Er zit een klein gleufje zit hier. En dat, voor mijn gevoel, geeft dat echt het beste geluid. Maar als je thuis wil oefenen, kun je misschien ook nog een oude sok in stoppen. Nou ja, je kan er twee dingen mee. Dan moet ik hem even deze hebben. Zal ik even laten zien. Als je hem open hebt, wat natuurlijk kan, dan kan je hem zo bespelen dat hij los zit van je. Dan klinkt hij zo. Hij is een beetje vals. maar je kan dus ook tegen je lichaam aanhouden. En dan heb je veel minder volume. Dus dat is wel een voordeel. En de resonator die erop zit, dat is dan, ja, dat gleufje is dat het geluid ook, dat het geluid van de voorkant eruit komt en dat geluid van de achterkant er ook uitkomt. En als ik hem zo tegen mijn buik hou, dan komt het geluid van de achterkant er dus niet uit. Maar dan gaan we praten over dempen. Dempen? Dempen. Ja, maar we zijn al... Blijf nog eventjes kijken. Ja, want nu wordt het spannend. Maar nou wordt het echt spannend. Nou kijk, wat je hebt bij een banjolille is dat hij achter de kam geeft hij ook geluid. Dat is niet veel, maar bij het doorklinken van de snaar wordt dat wel veel. En daar hebben we zo'n dingetje voor. Het is eigenlijk een heel simpel dingetje, iets van vilt. En dat plaats je dan erachter. Dat zorgt ervoor dat hij niet meer klinkt. Hoor je dat? Moet je horen wat dit voor een verschil uitmaakt. Kijk, en dat moeten we dus hebben. Dat die toon eruit is. En dan wordt hij dus droger, klinkt hij minder door. Aan de achterkant kan je dus een bol sokken instoppen. Dat wordt heel veel gedaan bij bluegrass spelers. Dan kun je hier achter dat... En met die hal, daar kun je hem ook nog mee bijstellen, maar ik heb ze allemaal perfect afgesteld. Dus daar hoef je in principe niks aan te doen, nee. Tenzij je klauwhammering wil doen. Dan kun je hem nog iets, de snaar nog hoger stellen. Ja. Dat is wel een voordeel van de banjolille, die kan je echt met heel weinig moeite heel erg goed afstellen. Maar het trommeltje is helemaal van hout gemaakt ook en het is heel mooi afgewerkt. En de hals is mooi afgewerkt en hier zit ook nog een mooie vintage... afwijking langs de hals, dat de fretten niet scherp worden. Dus ja, dat was eigenlijk het hele verhaal, denk ik. Nou ja, we hebben bijna 8 minuten over gepraat, dus ik denk dat er wel iets zinnigs gezegd is. Dat hopen we, dat hopen we. Maar Dick, ik wil je echt hartelijk bedanken voordat wij samen een betere banjolele op de markt gezet. Nou ja, ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Van alles wat ik weet, heb ik natuurlijk ook van filmpjes en toestanden, weet ik wel meer. Ik verzin het ook niet zelf. Maar het is wel zo, toen ik hem van de fabriek kreeg, het klonk eigenlijk niet. Dus, dus dat hebben we wel echt iets van kunnen maken samen. Ja, maar hoeveel dit dus al uitmaakt, hè? Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, abonneer op... de coconut crackers. Oh ja, ja, ja. Abonneren. Knekkers. Knekkers. En abonneer op mijn kanaal. Maar ga ook eens op zoek naar het kanaal van Dick. Ja. Want Dick is eigenlijk de banjolele dokter van Nederland. Ja, ik treed altijd op een straat op, met een banjolele. En hij treedt bijna iedere week op. Ja. Maar Dick, bedankt. En, geen dank. Tot de volgende keer. Oké.